Hallo, hallo lieve mensen van het goede leven. Ik heb even vandaag geen vlog. Tenminste, ik sta hier wel in fucking vet New York in Brooklyn. We zijn bij vrienden van ons. En mijn vlog is nog even niet af voor vandaag. Het is gewoon even niet gelukt. En ik vind het dan, ik ben best wel soms perfectionist. Dat ik denk, ja, ik wil wel dat het leuk is. Jullie krijgen sowieso nog een mooie video te zien van Lesbos. En van New York. Ik ben heel veel aan het filmen. Maar het komt er gewoon aan. Dus volgende week stay tuned zou ik willen zeggen. Maar voor nu heb ik in ieder geval twee vragen voor jullie. Eén vraag aan jezelf en één vraag voor mij. Kun je me vertellen in de comments wat je qua video's nog graag zou willen zien? Dus wat zijn video's die jou helpen? Wat zijn video's waar je misschien positiever van wordt? Of waarvan je zegt, hey, kan je er meer over maken? Want dat vind ik gewoon heel erg leuk om te weten. En de 15 minuten die jij normaal spendeert nu op deze zondagochtend aan het kijken van mijn vlog, wil ik je vragen of je die wil besteden aan jezelf door een paar vragen te beantwoorden. En de eerste vraag is, hoe gaat het nu met jou qua geluk? Dus welk cijfer zou je je geluksgevoel nu op dit moment geven? En als je daar dan aan denkt, wat zou dat cijfer omhoog kunnen brengen? Dus waar verlang je naar? Waar zou je nog meer van willen in je leven? En wat kan je doen om dat te bereiken? Dat is eigenlijk de vraag die ik voor nu aan je heb. Misschien kan je het even opschrijven. Misschien kan je gewoon even kort, neem gewoon even korte tijd ervoor. Maar dit is wat ik op dit moment nu ook wil gaan doen. Dit is waarom ik er nu voor kies om eventjes niet bezig te zijn met het editen van mijn vlog. Maar wel bezig te zijn. Nou, er gebeurt van alles hier. Maar wel bezig te zijn. Ik kan hier wel aan wennen trouwens, vloggen in New York. Ik moet hier gewoon vaker heen. Maar ja, nee, is veel te duur. Alles is hier zo duur. Nou goed, je ziet het volgende week wel. Maar nee, om hem even goed af te maken. Weg bij deze herrie. Wat zou je... nee hoor. Oké. Wat zou je dus kunnen doen om je eigen geluksgevoel te vergroten? Probeer daar eens open over na te denken. Als geld geen rol zou spelen, als waar je woont of waar je werkt geen rol zou spelen, maar gewoon als alles kan. Dat is wat ik je wil vragen. En ja, heb je hier wat over te delen, doe dat dan vooral in de comments. Dat lijkt me heel leuk. Volgende week verwacht je een hele hoop vlogs van mij. En voor nu zeg ik eventjes, fijne zondag. Doei lieve mensen!